Het zal er dit jaar allemaal een stuk afstandelijker aan toegaan dan op deze archiefbeelden van de Eureka-week, de kennismakingsweek van nieuwe studenten met elkaar in Rotterdam. Zeker na de corona-uitbraak onder Rotterdamse studenten die deze week aan het licht kwam, zal er nog eens extra op alle coronamaatregelen worden gewezen. Zo is dinsdag afgesproken met de burgemeester Abu Taleb, die een gesprek had met studentenvertegenwoordigers. Vooral die bewustwording en die testbereidbaarheid onder studenten, maar ook onder mensen algemeen, die moet gewoon omhoog. En ik denk ook wel dat het grootste gedeelte inderdaad zich echt wel bewust is van de gevolgen als je besmet bent. Maar goed, hoe meer mensen het weten, hoe beter. En ik denk dat het nooit kwaad kan om extra bewustwording te creëren. Weten die studenten eigenlijk ook nog hoe het zit als ze flink wat biertjes achter de kiezen hebben? Nou ja, in principe is dat natuurlijk iets waar ze zelf goed op moeten letten. Maar ja, iedereen weet dat met een aantal biertjes op het misschien wel wat lastiger wordt. Maar dat mag geen excuus zijn om de regels niet na te leven. Tijdens het gesprek dinsdag heeft burgemeester Abu Taleb laten weten dat hij de activiteiten goed in de gaten zal houden. Nou, de burgemeester heeft, zoals ik zei, zijn zorgen gedeeld en heeft inderdaad ook gezegd dat hij het niet wilt, maar het ook niet schuwt als er strengere maatregelen getroffen moeten worden om ervoor te zorgen dat er minder mensen besmet raken. En waar denkt hij dan aan en waar denken jullie dan aan? Nou ja, zoals hij ook al eerder heeft gezegd, bijvoorbeeld mondkapjes op openbare plekken. Maar dat is niet iets wat er in het gesprek naar voren is gekomen. Dat is iets wat hij zelf in andere media naar buiten heeft gebracht. Grote feesten zullen er dit jaar dus niet zijn tijdens de Eureka-week. Een deel van de kennismaking gebeurt online. Maar er zullen wel degelijk ook studenten in het straatbeeld te zien zijn. Alle 4000 studenten gaan we door heel Rotterdam heen sturen. Dus het zullen 240 groepjes zijn die op 160 locaties door de stad heen gaan. Aan de hand van een spel. De hele Eureka-week wordt één groot spel. In elk geval is van deze leegte zeker geen sprake meer tussen 17 en 20 augustus.